We hebben ze in gebreken gesteld. Omdat zij de afspraken die wij gemaakt hebben, al wel anderhalf jaar geleden, dat ze die niet nagaan komen. En dat nieuws werd de initiatiefnemers afgelopen vrijdag medegedeeld. Er is verteld dat zij in andere gebieden waar zij met de aanleg bezig zijn, tegenslagen hebben in de kosten. En dat zij daarom de afspraken die ze in ons gebied gemaakt hebben, nu niet meer na willen komen. De afspraken waaraan getornd wordt, gaan vooral over de aansluitkosten voor de toekomstige gebruikers van het glasvezelnetwerk. Maar of die ingebrekenstelling ook leidt tot een rechtszaak, kan Zwager nu nog niet zeggen. Voor een gang naar de rechter is geld nodig en wij zijn een vrijwilligersstichting. Dat geld hebben we niet. En dat is een ingewikkelde, maar voorstands ga ik ervan uit dat een afspraak is. En het is een grote partij en daarvan denk ik dat het niet eens tot de rechter hoeft te komen. Door de oneenigheid tussen de leverancier en de initiatiefnemers moeten de bewoners van het platteland waarschijnlijk nog langer wachten op snel internet. Teleurstellend. Wij hadden er met smart op gewacht om dus snel internet dus ook op het platteland te krijgen. De dorpen die waren al vaak voorzien. Maar juist het platteland waar zoveel communicatie nodig is, verstoken raken van snel internet, dat is voor mij onvoorstelbaar. Een beetje melkvee houden doet tegenwoordig ongeveer alles digitaal. Nou, alle melkcontrolegegevens, de veterinaire gegevens, de mestboekhouding, kortom, die wordt allemaal gecommuniceerd met de instanties. En dat zijn vaak hele grote bestanden die vaak heel moeizaam nu al overgezonden kunnen worden. En daarom is er volgens de boer ook maar één oplossing. We hadden goede afspraken gemaakt en daar houden we ze aan. Wij willen snel internet op platteland.